op, maar ik ben realistisch. Tot aan de verkiezing zal er niet veel gebeuren aan fundamentele hervorming. Maar ik denk bij de begrotingsopmaak in de herfst moeten wij bepaalde keuzes gaan doen. Over een half jaar. Welief? Over een half jaar. Maar de economie kan toch niet wachten, meneer Bogaert? Ik denk dat wij nu al moeten bepaalde voorbereidingen gaan doen. Op het ogenblik zitten we nog altijd in de fase van relance. Moet die economie op gang komen? Nogmaals, je kunt niet gas geven en tegelijkertijd... Wanneer komt de economie dan weer op gang volgens u? Volgens u binnen 20 jaar, maar ik denk dat wat sneller zal gaan. Ja, waarom? Leg mij uit waarom. Waarom gaat het anders gaan? Stak je vinger in de lucht en zei die vinger, mijn vijver is het gedaan. Nee, volgens de hoofdeconoom van Dexia midden volgende week. Ah, dat is ook een CVP'er of zo. Nee, dat is een zaken. Ik denk dat er bestaan systemen. Uw monitronsysteem was een bepaald systeem. Er zijn nu nieuwe, andere systemen. En ik denk dat de mensen van de Hoge Raad van Financiën moeten vertrouwen daarin. En die zeggen dat dat een jaar, twee jaar zal duren voor wij een beetje licht aan het einde van de tunnel zien. Maar realiseer je, als de staatsschuld opnieuw 5% is, hè, jouw naamgenoot Henri Bogaert heeft een begrotingstekort uitgedacht. Ja, hij heeft een formule uitgedacht om te weten wanneer begint de rentesneebal weer te lopen. Als de staatsschuld opnieuw 5% is binnen 2 jaar, dan is de rentesneebal weer aan het lopen. Nee, maar dat is hetgeen dat we aan het zeggen zijn. Mm-hmm. Dus er zal ingerepen moeten worden, meneer Verhofstadt, maar zeker. Ja. In de herfst kan u toch niet meer mee wachten, dat is het probleem. U heeft het op een termijn zo erg laten ontsporen. Meneer Crombeet zegt van, er moet... U zegt van nu ik besparen. Heb het nu al een meneer Crombeet, meneer Crombeet zegt, maar laat me even uitspreken. Laat me even uitspreken. Meneer Crombeet zegt, er moet 2 keer 5 miljard bijkomen. Ja? U zegt, u moet nu, meneer Bogaert, u bent te traag, u moet nu onmiddellijk beginnen. Ik denk dat er zo'n grote afstand is tussen u. U moet beginnen sparen ik denk voor dat de pensioenen. Intern in uw meneer partij Bogaert, overleg meneer moet Bogaert, van wat u eigenlijk uw standpunt Bogaert, is. Meneer u bent econoom of u bent het niet. Dan weet u perfect dat u kan een begroting in evenwicht houden en sparen voor de toekomst van de pensioen. Nee, ik heb 7 jaar economie gestudeerd en ik begrijp het niet. Investeren in die economie. Meneer Bogaert, dat is de politiek een slechte school van Ik denk dat de politiek tekort schiet. Dat wij als politieke klasse tekort schieten. Het probleem van de vergrijzing, we hebben altijd gezegd van... Het is pas in 2011 dat we moeten klaar zijn voor de pensioen. Het probleem heeft ons ingehaald. Wij zitten daar nu in. Maar dat weten we al 20 jaar dat de mensen ouder worden, gelukkig. Het is heel duidelijk dat we eigenlijk te laat zijn. Dat we eigenlijk te laat zijn. Goed, we hebben nog een econoom aan tafel. Die mag zo meteen zijn theorie even toelichten. Jean-Pierre van Rossen, maar eerst tijd voor het journaal van...